diverse scholen zijn er vandaag activiteiten georganiseerd in het kader van de viering van 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Het Albert Cameron Instituut ACI hield onder meer een culturele dag met Prodowaka. De studenten waren gekleed in culturele klederdracht en hadden een wandeltocht in de buurt van de instelling. Ze hebben daarna de benen losgegooid op de tonen van een brassband. Op het schoolterrein waren er verschillende culturele optredens en ook de verkoop van bekende Surinaamse hapjes. De Ferita School heeft de residentieviering op een andere manier ingeluid. Ze heeft een sportdag georganiseerd waarbij de nadruk is gelegd op bewegen, gezond eten en leven. Volgens schoolleider Judith Blackman vindt de instelling dat gezondheid belangrijk is voor de mensheid. Wij van de Adventkerk geloven dat gezondheid eigenlijk een groot deel moet uitmaken van de manier waarop we leven. En daarom dat wij ook op onze school gedacht hebben om de gezondheidsregels die wij naleven als gemeente ook in te voeren. En we gaan uit van 8 gezondheidsprincipes. Goed eten, een goed dieet, water, beweging, goed zonlicht, goede lucht, frisse lucht. Matigheid is ook een van de belangrijke dingen die wij nastreven. Rust en vooral ook vertrouwen. En dan hebben we met name vertrouwen in God. Als wij deze principes nastreven, dan hebben wij een gezond lichaam, een gezonde geest en dan gaat alles veel beter. Wij zijn op school bezig om deze principes in te voeren. En een van de dingen is beweging. Elke vrijdagmorgen hebben we samen met alle kinderen en juffen een workout van ongeveer 30 minuten. Omdat wij geloven dat beweging goed is voor de kinderen om beter te presteren. Vandaar dat wij dit hebben gedacht op deze dag van 24 november om een workout te doen in plaats van de vrijdag. En ook nog een sportdag aan te koppelen. Aldus Judith Blackman, schoolleider van de Ferita School, die vandaag een sportdag heeft georganiseerd in het kader van de viering van 41 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Op diverse scholen zijn activiteiten georganiseerd in het kader van deze viering. Zo hield het Albert Cameron Instituut ACI onder meer een culturele dag met Prodowaka.